Goedenavond, het is vrijdag 8 april, precies 10 uur. Dit is Van Diemt Live met vanavond. Politici, sporters en topondernemers liggen onder vuur door de Panama Papers. En we kennen pas het topje van de ijsberg. De eerste koppen zijn al gerold. Waar is Vinkrof? Waar is Vinkrof? Waar is jouw tien met Astrid? Je hebt nog een loze taak. Ja, het is de IJslandse premier Gunnarsson. Die is al opgestapt en aan tafel een van de onthullers van al die verborgen belastingconstructies. Zijn naam Siem Eikelenboom van het FD. En street art verovert de musea. Museumdirecteur Anne de Meester over kunst van de straat. Maar eerst, burgemeester Mark Buijs van het Brabantse Boksel. Die wil kleinschalige opvang voor vluchtelingen, maar hij krijgt daar geen toestemming voor. Als vluchtelingen Nederland binnenkomen, worden ze opgevangen door het Centraal Orgaan Asielzoekers. Het COA verdeelt de asielzoekers over de verschillende opvangplekken in Nederland. Die zijn elk voor minimaal 300 personen. Naast een plek om te slapen en te eten, wordt er in de asielzoekerscentra ook onder meer onderwijs aangeboden. Ja, meneer Buijs, je zou denken, ja, grootschalige opvang. Het is een beetje over het land verdeeld en ongeveer 300 mensen opvangen. Zoveel is dat toch niet? Nee, het hoeft ook geen probleem te zijn, grootschalige opvang. Heel veel gemeentes doen het. En daar gaat het ook relatief goed als het gebeurt. Alleen, ja, ik heb het idee dat het draagvlak steeds meer vervalt om dat te doen. Want je moet het aan de voorkant natuurlijk wel bij je raad en bij je inwoners voor elkaar kunnen krijgen. En kleinschalige opvang zou daar een oplossing voor kunnen zijn om dat draagvlak wat meer te creëren. En draagvlak, daarmee wilt u zeggen, je ziet dan vaak opstandige mensen en buitenstaanders denken, dan zie je wel, die hebben wat tegen asielzoekers. U zegt, dat is helemaal niet waar als je maar een beetje op schaal ze daar naartoe brengt. Dus niet al te veel naar zo'n klein dorp. Nee, als je ziet dat als je dat kleiner maakt, dat hebben wij toevallig in Boksel gedaan, dat mensen ook wat meer bereid zijn om te omarmen. En dat er niet zoveel angst is voor het onbekende. Kijk, als het wat groter is het moeilijker te accepteren. Ik wil niet zeggen dat het niet kan, want het kan. Maar dit is beter. En er is nog een ander punt wat heel belangrijk is. Eigenlijk het allerbelangrijkste, en dat is de integratie. Ik heb het gevoel dat je met kleinschaligheid, de manier waarop wij het hebben kunnen doen, de inwoners rondom heen gaan staan, dat je heel veel meer kunt betekenen voor mensen om een netwerk rondom zich heen te bouwen. Want integratie is niet alleen taal en cultuur leren. Dat doen we natuurlijk ook. Bij ons gingen de meisjes naar school. Maar daarnaast ook het netwerk wat mensen rondom heen hebben. Als je mensen vaak verplaatst, dan moeten ze iedere keer dat netwerk loslaten. En dat betekent dus dat je de helft van je integratie opnieuw moet doen. Dus kleinschalig, zodat ze ook beter kunnen integreren. Veel burgemeesters zijn het ook met u eens. Maar nu de staatssecretaris nog. Heeft u hem nog gesproken? Ik heb toevallig vanmiddag gehoord vanuit de provinciehuis. Daar is de staatssecretaris vanmiddag geweest om te luisteren naar de Brabantse aanpak. En daar heeft hij gezegd dat hij met zowel Heusden als Boksel in gesprek wil over de paarden. Dus daar ben ik heel erg blij mee. Ik ben blij dat hij een hand. Maar wat houdt dat in? Hij wil met u in gesprek. Maar wat betekent dat? Nou ja, dat weet ik nog niet, want ik moet dat gesprek natuurlijk nog voeren. Ik hoop dat er ruimte komt voor ons om elkaar ergens te raken in een soort opvang die wij kunnen gaan doen. Desnoods in een pilotvorm. Dat maakt me niet zoveel uit. Maar ik zou graag aan de slag. Maar wat bedoelt u met die pilotvorm? Dat alleen Heusden en Boksel? Nou ja, wij hebben toen destijds ook als eerste gezegd van, joh, wij zouden graag een proef willen doen. Hè. We zien dat dit systeem goed werkt, maar het misschien ook zijn belemmeringen kent. En dan zou het goed zijn als we daarnaast nog eens wat andere systemen ontwikkelen of de vorm wat meer vrijer maken om te zorgen dat er meer capaciteit komt en meer mogelijkheden. Maar je zou zeggen eerst een kleine opening, want het is een langdurig proces, blijkbaar toch, ja, een kleine opening, in ieder geval met deze opmerking. Nou, je zou zeggen, Arend-Jan, als je dit hoort, jij bent eigenlijk een erkend tegenstander van die kleinschalige opvang. Waarom zou je hier niet mee eens zijn? Kleinschaligheid en maatvoering en flexibiliteit is altijd belangrijk. Maar even, er zijn natuurlijk ook tegenargumenten die je moet onderzoeken. Hè? Ik kan mij voorstellen dat grootschalig toch goedkoper is. Hè, omdat je dus meer dingen kan doen. En ook dat de veiligheid, hè, dat is ook belangrijk, moet je regelen. Stel je voor dat je bijvoorbeeld een groep van 30 zou hebben, dan is de veiligheid moeilijker te regelen. Verder, wat ook een punt is, dat we hebben vorig jaar 58.000 mensen opgenomen. Hè. Ja. Stel je voor dat we heel veel kleinschalig gaan doen. Het zou zo kunnen uitpakken, hoeft niet hoor, maar het zou zo kunnen dat we uiteindelijk dan minder mensen gaan opnemen. Omdat, ja, de staatssecretaris zegt, ik heb wel voldoende gemeentes nodig. Hè. Nou, dit zijn vast een paar argumenten, er zijn er vast meer, maar in ieder geval
aardig voor jouw voordeel om op te reageren. Want jullie hebben een 10-puntenplan gemaakt bij je eigen partij, de ChristenUnie. Ja. En daar staat ook in dat kleinschalige opvang zo belangrijk is. Maar dit zijn wel tegenargumenten van Boekestein. Nee, dat zijn juist geen tegenargumenten, want we hebben 400 gemeentes. En lang nog niet al die gemeentes doen op dit moment mee. Je hebt nu bijvoorbeeld in Zaandam, waar ze 1600 mensen opvangen in de noodopvang. Maar buurgemeente Purmerend, ik heb het eerder genoemd, daar hebben ze gewoon nee gezegd als gemeenteraad. En daar doen ze dus niks, nul. Dus ja, als we dat gewoon eerlijk gaan verdelen, dat hebben we ook in dat 10-puntenplan neergezet. Als we dat nou eens eerlijk gaan verdelen, dat doen we trouwens ook met de statushouders. Hè? Dus als mensen van asielzoeker naar erkende vluchteling gaan, dan hebben we een verdeelsleutel over de gemeentes heen naar inwoneraantal. En zo vangen we de mensen op. Dat zouden we natuurlijk ook prima met... Maar is dat meer opvang op maat? Daar komt het uiteindelijk om neer. Als je het eerlijk verdeelt over alle burgemeesters of alle gemeentes, dan kan iedereen minder opvangen dan ze nu moeten doen. Hè? Dan doet iedereen mee. Dat is ook eerlijk. Je kan het ook verdedigen naar je eigen bewoners toe, naar je eigen raad toe. Het draagvlak wordt groter, omdat je kleiner kan opvangen. En de integratie, wat de burgemeester ook zegt, de integratie gaat veel sneller. Ik ben net ook weer in Krijlo geweest, vlakbij Bussum. Daar gaat het ontzettend goed. Leger des Heils doet daar de opvang. Wat zegt het COA? Hier moeten meteen weer 300 man in, want dan kunnen wij het overnemen. En dan vallen al die vrijwilligers die zich nu hebben ingezet. Dus daar verpesten ze het ook mee? Het COA verpest het daarmee? Ze duwen meteen de aantallen op, terwijl het nu goed gaat. De verbindingen met de lokale bevolking zijn ontzettend goed. Het leger des Heils heeft een heel leger aan vrijwilligers die ze kunnen inzetten. Op het moment dat dat weer wegvalt, en dat valt in Krijlo per 1 mei weer weg, ik heb het net nog meegekregen, dan vallen die vrijwilligers van het leger des Heils ook weer weg. Nou, Arendt Jan, heb je het al. Nou, kijk, dit argument is natuurlijk is heel sterk. Ik bedoel, ik vind het heel jammer. Het is altijd jammer als er vrijwilligers zijn en die raak je op deze manier kwijt. Hè? Maar even nog, ik heb ook meegemaakt dat er een dorp was die bezwaar had tegen slechts 2 vluchtelingen, weet je nog? Met andere woorden, de kleinschaligheid hoeft soms ook niet de weerstand te breken. Nee. En met andere woorden, en het punt van de veiligheid vind maar ik er wel eens. Maar is dat nou een argument? Want grootschaligheid kan ook gewoon. Maar ik zeg, er kan gewoon meer als kleinschalig. En u heeft net ook argumenten genoemd van veiligheid en zo. Die zijn wij niet tegengekomen. Bij ons was het zo klein dat de sociale controle in de buurt, door middel van een goede opvang ook in de buurt gaat er rondomheen staan, heb je dat allemaal niet nodig. Je kunt de schaal en maat ook veranderen, waardoor je kosten kwijt. Maar wat heeft die gemeente dan verkeerd gedaan, die al moeite hadden met 2 asielzoekers? Nou ja, je moet natuurlijk wel praten met je mensen. Wat wij continu doen... Ze hebben gewoon de verkeerde burgemeester daar. Nou, dat is niet waar. Ik bedoel, dat kan ook aan de politiek zelf liggen en aan de manier waarop op gecommuniceerd is. Soms kun je ook fouten maken waardoor het gelijk in het proces fout gaat. Dus je kunt dat niet één op één aan de burgemeester doorgeven. Boekestein moet het niet als voorbeeld geven, want dat gebeurt altijd. Daar gaat het gewoon verkeerd. Met goede communicatie, zegt u, kan dit overal goed lopen. Heel belangrijk, heel belangrijk. Je inwoners, wij communiceren er iedere week over. Wij nemen onze inwoners mee. Maar ook met mijn raad heb ik er continu gesprek over. U hebt vandaag waarschijnlijk het artikel in de Volkskrant gezien. Zeker. En u ziet dat er raadsbreed achter me gestaan wordt. Omdat ze zien dat we zorgvuldig zijn, het met elkaar doen en ook de inwoners daar goed bij betrekken. Nou, dat was inderdaad wel een punt. Want in dat artikel staat het allemaal. Die mensen zeggen allemaal, we steunen onze burgemeester. Ofwel, dat heeft hij goed voor elkaar. Dat is politiek ook heel erg belangrijk. Dus alle partijen die niet op boord. Maar ook over die veiligheid. Hè? Want jij zegt, ja, veiligheid, daar heb je een bepaalde schaalgrootte voor nodig. Maar ja, we horen ook van voorstellen, ook in Amsterdam, hoor, dan komen ze in een leegstaand pand, een kantoorpand, en dan zijn ze met 15 of 20. En daar heb je helemaal geen beveiliging nodig. Want mensen vormen, je moet ze dan wel met etniciteiten bij elkaar zetten. Dat kan prima, want de meesten zijn Syriërs. Die koken samen, je geeft ze een beetje zakgeld en ze regelen het zelf. Het COA hoeft er helemaal niet bij te komen dan. Bij iedere statushouder die we huisvesten hebben we ook geen veiligheid geregeld. Dat zijn gewoon, het is alsof het inwoners zijn. Dus je moet hier iets wonderbaarlijks gebeuren. Aakje Boekestein gaat overstag. Nee, maar dat gebeurt, want dit lijkt toch. Joel zei in het begin, dat vond ik ook een sterk argument, van als we nou kleinschalig doen, dan krijgen we toch meer gemeenten. Dat betekent dat je uiteindelijk hoger komt. Dat zei u ook. Hè? Nou, als dat waar is, dan ben ik daar voorstander van. Wat veiligheid betreft, soms is het zo dat er gevochten wordt. Hè? En dat kan natuurlijk ook kleinschalig gebeuren. Dan is de afstand natuurlijk wel iets groter. Maar u zegt terecht, bij statushouders doen we dat ook niet. En dus het is ook, uiteindelijk is het dus de lengte. Nou, maar wat heb je dan nog op tegen? Dit plan? Ik zeg niet dat ik er tegen ben. Ik zeg alleen maar dat het dus wel. Het is waarschijnlijk. Je bent voor dus? Nou ja, ik zit de argumenten te wegen. Waarschijnlijk is het wel iets duurder. Maar u zei tegen mij eerder van,
dat u het zou kunnen doen voor dezelfde prijs als de grootschalige? Nou, we hebben gezien aan de eerdere constructie die we gehad hebben. Dat was van toeval uit de crisisopvang hebben mensen gehouden, Eritrese meisjes. Ja. En van daaruit zijn wij gaan kijken. Hebben we gewoon de kosten vergoed gekregen die ervoor staan, gemiddeld voor een vluchteling. En daar zijn we mee uitgekomen. Hoe kun je de staatssecretaris overtuigen? Want de meneer heeft binnen korte gesprekken, hij zegt een pardon zelfs is al genoeg. Wat kan de staatssecretaris daar nog tegen inbrengen? Ik kan het even. Nou, kijk, als je je wil ook de argumenten van de tegenstander. Aan de burgemeesters vraagt, hè, en het is gevraagd aan heel veel burgemeesters, en daarvan zegt 90% alsjeblieft, geef ons kleinschaliger opvang, dan doen we allemaal ons deel. En dan hoef je er helemaal niet meer geld aan kwijt te zijn. Dus ik heb dat ook in de Kamer voorgesteld aan de staatssecretaris, trouwens ook aan de Partij van de Arbeid en de VVD. En die weigeren tot nu toe, want die zeggen, ja, laten we het nou maar vrijwillig houden, want dan heb je het grootste draagvlak. Nou, ik denk, volgens mij juist niet, want je moet constant die discussie aan. Terwijl we dat met de statushouders ook die discussie nooit hebben gehad. Ik heb nog nooit een demonstratie gezien van mensen die zeggen, die statushouders die accepteren wij in onze gemeente niet. En waarom niet? Omdat die ook netjes integreren. Dus het gaat om een goede aanpak, het gaat om lage aanpak. Maar wel meer macht dus naar de gemeente, dat is heel belangrijk. Nou, in de vorm. Hè? Ik bedoel, eerlijk verdelen. Bij ons in Brabant is het zo dat je een soort morele quotum krijgt. Een morele verplichting om het aantal mensen naar rate van het inwoneraantal op te nemen. U is 150, geloof ik. Ja, dat is moreel, zeg ik dan. Hè? Want niemand kan iets verplichten. Ik denk dat dat al een mooie aanpak is. Hè? De staatssecretaris zei vanmiddag, en daar heeft hij groot gelijk, en ik vind overigens ook dat hij het goed doet. Dat hij het goed doet. Hij moet de vorm vrij gaan geven. Maar voor de rest vind ik hem behoorlijk goed acteren. Maar wacht even. Dat is gewoon een heel belangrijk punt. Hè? Ja. U zegt, hij doet het goed. Ja, hij doet het goed in de zin dat hij bezig is om te proberen de vluchtelingen weg te zetten. En op te vangen. Is hij nog niet ver genoeg. Wegparkeren. Dat is mijn taal niet. Want dan zou je in Boksel moeten komen kijken. En moeten zien hoe wij dat doen. Hij moet er nog achter komen dat er meer kan gebeuren op het moment dat je de vorm vergeet. Maar hij moet er nog achter komen, dat klinkt dan ook. Maar u spreekt al weken, maanden, vanaf februari volgens mij, met het COA en de signalen zijn afgegeven. We hebben in de Kamer een kamerbrede motie aangenomen die tegen de staatssecretaris zegt, ga daar nou eens mee aan de slag met de kleinschaligheid. En we zijn weer maanden verder. Dus het neemt heel veel tijd. Nu is het 300. Ja. Hè? Ja. Vind je dat er helemaal geen minimum moet zijn? Ik kan me voorstellen dat je dan... Nee, maar kijk, het is een ander systeem wat wij hanteren. Je hebt grootschalig. En bij grootschalig zou ik zeggen, ontzorgt het COA jou. Ja. He, dan is de verantwoordelijkheid bij het COA. Ja. Dat is ook logisch, dat kun je als gemeente niet beheren. Kleinschalig voor eigen rekening en risico al? Nou, kleinschalig zou je kunnen zeggen van gebruik hetzelfde geld als dat je bij grootschalig. En als gemeente dan in dat grootschalige model het niet voor elkaar krijgen en toch iets willen doen, laat ze dan ook de eigen verantwoordelijkheid nemen om het te doen. Ja, maar dus dan moet zelf je natuurlijk, betalen ook? Dan moet je, nou, dan krijg je gewoon hetzelfde als wat je krijgt met... En het risico draag je zelf. Nou. En op het moment dat het overstijgt, dan sta je zelf aan de lat. En dat is ook het aanbod dat wij gedaan hebben als gemeente. Maar nogmaals, hè, kijk, een minimum zou je misschien moeten creëren. Hè? Misschien inderdaad 50 wordt gezegd. Maar ik zou ook weer niet voor een maximum zijn. Want in sommige gemeentes kan het wel. En dan zijn ze goed in staat omdat er een leegstaande kazerne is of een verpleegtehuis wat leeg staat. En daar zeggen gemeentes, en er is blijkbaar dan ook draagvlak voor, om wel 500 of 600... En bijvoorbeeld één groot AZC in de regio. Kijk maar even naar dit voorbeeld. Zo werd de eerste groep asielzoekers ontvangen. Ze gaan in deze paviljoen slapen. Die zijn in 2 weken tijd uit de grond gestampt. Vandaag komen er 300 mensen aan. Morgen nog eens 500. Dan zijn we in de eerste fase zijn we dan ingestroomd met 800 mensen. En in de loop van de tijd zullen we doorstromen naar 3000 man. Ze kunnen hier voor langere tijd blijven. Nou ja, kijk eens, voor langere tijd blijven ook dat nog. Dus je wordt niet meteen ergens anders naartoe gestuurd. Het is veel groter op één plek. Dat kan dus ook. Ja, ik ben er ook niet op tegen, dat heb ik al gezegd. Je moet die twee dingen... Maar hier bent u ook niet op tegen? Nee, maar je moet die dingen niet tegenover elkaar blijven zetten. Maar... Wat je moet doen, is waar het groot kan... en waar de acceptatie is om het groot te doen, moet je het groot doen. Ja. Waar het niet kan, of waar mensen ambities hebben om het wel te doen... moet je ze ook toelaten om het te kunnen doen. Wel heb ik altijd gezegd, ik denk dat integratie met kleinschaligheid... gewoon beter verloopt. Maar goed, dat is een keuze die iedereen zelf maakt. Maar toch is het belangrijk om die staatssecretaris over de streep te trekken. Vooral als u wel zegt, ik vind dat hij het goed doet, maar hij moet nog één stap nemen. Dan moet je daar toch een beslissend argument voor kunnen aandragen. Ja, dat beslissende argument is gewoon meer capaciteit. Je krijgt gewoon meer capaciteit. En een belangrijk ander argument, en daar wil ik heel duidelijk over zijn...
als we zien wat er in de jaren 90 met de Joegoslaven die binnengekomen zijn is gebeurd. Als je ziet dat 46% van die mensen uiteindelijk aan werk gekomen is en de rest toch daarbuiten gevallen is. Dat levert frictie voor die mensen zelf op, voor de gemeenschap. En als je het dan over geld hebt, 35.000 euro per persoon gemiddeld per jaar. Dan moet je eens kijken, dan heb je het over meerdere miljarden in plaats van die 1 miljard die wij nu aan opvang geven. Als we kijken naar de rapporten uit de jaren die geschreven zijn over de jaren 90 over integratie. Als we daar over 10 jaar weer op dezelfde plek staan met elkaar en het er dan weer over moeten hebben en dan weer tot de conclusie moeten komen dat het mislukt is. Ja, dat zou ik eeuwig zonde vinden. Als we kijken naar waar treedt radicalisering op, hè, dat mensen die wat minder geïntegreerd zijn, spijt me dat ik het zo moet zeggen, dan is het belangrijkste onderwerp eigenlijk niet de opvang, is dat nou groot of klein, maar hoe integreren we mensen? Maar ik ben echt overtuigd. Nou, de Tamils begin jaren 80, hè, je zegt dat is een andere tijd. Dat was dus heel kleinschalig, het COA bestond nog niet. Dat ging niet goed. Leg nog eens uit aan de luisteraar waarom dit argument niet valide is. Nou, misschien ook aan de kijker. Ja. Nou, ik kan dat heel goed vertellen. Ja. De jaren 80 was natuurlijk een heel ander verhaal, een heel andere tijd, waarin we de netwerken nog niet hadden. Er zijn nu veel mensen thuis die graag iets willen doen, die graag dat vrijwilligerschap op zich willen nemen. We hebben in de tussentijd veel geleerd over integratie en omgaan met mensen die als vluchteling van buiten komen. Dus je moet dat ook niet in die tijd zetten. Ik weet dat het COA opgericht is destijds om die situaties te verbeteren. Maar dat wil niet zeggen dat het altijd het beste systeem blijft. Zijn dit allemaal argumenten die je kunt aandragen ook aan de staatssecretaris? De burgemeester staat boven de partijen. Maar we weten ook dat die van de VVD is. De partij is de staatssecretaris. Dat moet hem toch lukken? Of niet? Nee, maar dit soort argumenten gebruiken we natuurlijk ook regelmatig richting de staatssecretaris. We hebben ook constant gezegd, eigenlijk moet je vooral voor de mensen die waarvan we zeker weten dat ze in Nederland mogen blijven. Nou, dat zijn de Syriërs. En dat zijn voor een groot deel de Irakezen. Die moet je vanaf dag 1 moet je ze taallessen geven. Want als ze de taal niet kennen, als ze de taal niet kunnen spreken, ja, dan kunnen ze ook niet communiceren met de lokale bevolking. Nee, veel meer ze integreren niet. Ja. En daarnaast moeten ze natuurlijk ook de regels van het land heel snel leren. En deze burgemeester komt in ieder geval met een voorstel. En hopelijk komt er ook een heel snelle reactie van de staatssecretaris. En dan horen wij dat weer. Dan kunnen we een keertje verder over praten. Ik dank jullie hartelijk, heren. Want straks, na de reclame, u weet het, het is de week van de Panama Papers. De stroomonthullingen is nog lang niet klaar. En de eerste koppen rollen al. Werder Vinkrof. Werder Vinkrof. Is jouw kind net achter? Je hebt nog een loosje taak. Siem Heikelenboom, dus een van de journalisten die alles aan het rollen bracht, die zit hier zometeen aan tafel. Tot zo, blijf kijken.